Ja. Eerste impressies? Krap. Maar het rijdt nog wel. Het rijdt wel. Nog. Ja, oh. Hij gaat de berm in. Tuurlijk, die gast. Ik ga het één kopen en ja? Ik ga hem koeler maken dan de jouwe. Ja, dat jongens, een hele goede morgen. Ik loop eventjes... Ik loop eventjes vanuit mijn tuinhuis waar ik altijd slaap en werk en alles doe naar het groothuis. Want ik heb iemand namelijk naar de voordeur hier gestuurd die jullie één keer eerder hebben gezien, maar die in het heel weinig van jullie het echt kunnen herinneren. Daar is die, de auto meneer. Ewa! Dus jongen? Goed met jou? Lekker? Ik ben zo benieuwd naar jouw auto. Holy shit. Je hebt nog niet gezien hè? Gast, ik heb je hele auto nog niet gezien, maar jij hebt opeens een Raptor omheen. Ja, dat is ook echt van de een op de andere dag verzonnen. Echt? Ja, we zaten op vrijdagochtend op de computer en het was van nou, dit gaan we doen. Stickers besteld en er zitten stickers op. Het ziet er wel echt heel dik uit, man. De voorkant is dikst. Maar het zijn gewoon losse stickers, zeg ja. Maar. En die stickers zijn van een BMW raceauto afgekomen eigenlijk, ja. Oh shit, die voorkant is nog wel een stuk heftiger. Ziek, hè? Het is echt heftig, man. Het is wel heel dik. Het maakt hem wel sportief of zo, want het is een grote auto. Het idee was eigenlijk... Ik wilde wel iets opvallends, maar niet too much, want hij is natuurlijk zwart. Niet too much. Het moest wel een verhaal hebben, zeg maar. Dus dit is echt afkomst van een BMW raceauto. Wat ik zo grappig vind, is dat jij zo'n auto rijdt. Want dit is eigenlijk een soort van ja, kleine familieauto. Ja. Terwijl jij altijd bent van... Raceauto's, laag, zo snel mogelijk en dan rij je in een familieauto. Ja, het is echt ziek, man. Maar hij klinkt wel goed, heb ik gehoord. Ja. Hey, check die stoelen. Die stoelen zijn echt ziek. Zo gek. Dit is echt gewoon race stoelen. Ziek, hè? Dit is zo'n rare combinatie, deze auto. Ook echt dikke kroket erop gezet. Want door Sam ben ik een beetje verslaafd geworden aan RS3's en uiteindelijk heb ik er dus een gekocht. Even kijken of dit net zo verslavend is. Ah, is wel wat liever dan mijn RS3. Zo! Hij pruttelt wel hoor. Hij pruttelt wel een beetje. Maar is hier nou iets aan gedaan aan deze uitlaat? Nee, dit is echt helemaal standaard. Dit is standaard, dus je kan er nog iets veel leukers mee. Ja. Ja, alle dempers eruit. Straightpipe. Gewoon, zo, als je dit zou straightpipe, dan kom je met zo'n familiewagen aan. Niemand verwacht het. Maar ik wil wel een rondje mee, ik ben benieuwd. Ja. Maar kan die ook driften? Weet ik nog niet. Ik heb pas net ingereden. Bij een beetje moet je eerst 2000 kilometer inrijden. Hij is ook helemaal nieuw. Ja, dat is echt nieuw man. 2900 kilometer in. Dus nu mag het. Je hebt meer dan 2000 kilometer ingereden. Ja, dat mag me nu een soort van misdragen. In een familiewagen. Hij trekt wel lekker weg hoor. Het voelt gewoon alleen een stuk minder snel dan in het ziekenhuis. Ja. Ik doe het ook weer, hè? Ik zeg dat met die We hadden het er dus net over en hij heeft serieus pas nog geen 3000 kilometer gereden met deze auto. En hij moest hem inrijden, dus hij heeft alleen maar hele saaie lange kilometers gereden. En ik zeg van, ja, hoe snel zit je 100? Ja, zo snel, maar ik heb nog nooit geprobeerd. Ja, hoe klinken tunneltjes? Ja, ook nog nooit geprobeerd. Heb je al wel iets in mijn auto gedaan? Ja, ik heb echt alleen gewoon lange afstanden, echt ziek druk geweest ook de laatste tijd. Dus ik heb ook... Eén video met deze auto gemaakt dat ik hem heb opgehaald. En voor de rest nooit iets. En voor de rest nog niks. Maar ik weet niet, ik vind de stoelen en de stitching en dit vind ik heel mooi. Ja. Maar ik vind dit eigenlijk allemaal heel lelijk. Ja, als dit er niet was, als het ware, dan wist je niet dat het een snelle BMW was. Nee. Nu komen we bij de tunnel. Ik kan er hier twee keer in laten poppen. Twee keer? Twee. Ja, maar jij hebt een Audi, die knalt bij het opschakelen. Dat heb ik niet. Ja! Hey, oh, dat was hem wel! Dat was echt lullig gewoon. Het had ik echt zo'n popje. Ja. Launch control actief. Zo van de slip als een motherfucker. Nou, het trekt wel weg. Vind ik gek. Maar het is zo raar. Dit is, wat zei 4,8 seconden? 4,8. En mijn auto is eigenlijk 4,2. Hij is iets sneller gemaakt, dus hij is niet meer helemaal 4,2. Maar omdat hij zo hoog zit, voelt het gewoon echt slow-mo of zo. En vanuit Sam's auto zit er nu een Anna's auto in de MX. Eerste impressies? Krap. Maar het rijdt nog wel. Het rijdt wel. Nog wel. Nu weer wel. Ja, Anna die moest de olie bijvullen, maar dat heeft ze echt al een hele tijd niet gedaan.
Dus we gingen testen en hij was helemaal leeg. En als het slecht leeg, is voor een motor, dan, leeg. Dan is het leeg zijn. Dus we hebben nu een liter erbij gevuld. Het zit nog lang niet vol, maar de rest mag zij doen. Dan in z'n één, je moet hem eigenlijk zo goed als bijna helemaal stilzetten. Dan in z'n één en dan gewoon volle bak erin. Als je lantaarnpaal raakt, graag aan die kant. Dan daar zie jij. Go. Zie je, zag je mijn been? Ik zat hier vast. Ik zat gewoon vast. Dus ik moet met de deur open rijden. Oh ja. Ja, dat is beter, hè? Ja, beter. Zo. Ja, gaat het makkelijker? Nee. Het is altijd, als je een nieuwe auto rijdt, moet je echt even oefenen. En dit is echt een auto die je met niks kan vergelijken. Dit rijdt zo anders, hè? Ik heb dit nog nooit ervaren. Dat hij nog niet is afgeslagen in echte monden. Weet je wat ik hier een keer heb geprobeerd? Ken je die Fast and Furious ritjes? Dat ze dan achteruit rijden, handrem doen, ronddraaien, ja. Verder rijden. Dat ging ik hiermee oefenen. En dat is gelukt? Eén keer, maar dat is zo lastig. Ja, je kan eraf als je wil. Ja, zo! Zo! En hier kan je hier zit een gat! Hier kan je gewoon rondjes draaien. Vrachtwagen. Oh, hobbel. Hobbel, nog één. Zo? Oh. Tering ziek gast. Iedereen die ik meeneem met deze auto. Wow, what the fuck. Dit is echt fucking mooi. Ja. Ja. Volgende video. Sam Meijer koopt nieuwe auto. Nieuwe auto gekocht. Maar serieus, je kan deze, als je, zeg maar, ik wilde hem eigenlijk een goede kopen, omdat ik hem mooi wilde maken. Maar ik had het allemaal in de vangrail gereden, dus dan heb ik hem gewoon verkloot. Je kan deze voor onder de 1000 euro kopen en dan rij je ze gewoon op. Dus dan kan je er gewoon dit mee gaan doen. Ik zweer dat ik ga doen. Ja? Ja. We hebben even wat rondjes gedrift en we hebben hier serieus nu gewoon een papiertje met een barcode op de raam zitten. Omdat er ergens daar waar we aan het driften waren een kartonnen doos op de grond lag. En daar zat dit waarschijnlijk op. Dus hebben we gewoon omhoog gedrift en toen is het tegen het raam aangeplakt. Nou, Sam, wanneer komt die van jou er? Ja, ik ga wel snel kopen. Ja? Ja, maar ik weet niet of ik dit dak wil. Dit... Nee, je hebt ook een hardtop, zeg maar. Dus gewoon een hard dak. Ja, ik denk dat ik voor die ga. Ja, ga je dat echt doen, denk je? Ja, ik denk wel. De auto is weer een beetje vies en de achterbumper die zit blijkbaar al niet goed erin. Ik dacht dat we dat net hadden gedaan, maar toen zei dat het al zo was. En anders was jij het. Anders was het. Oké, okay, cool. Nou ja, op zich voor de rest, hij is een beetje vies. Hoe zou je dit kunnen fixen? Zo? Ja. Ja, dat mag ook. Hoppakee. Nu moet je stoppen. Stoppen op het hoofd. Maar serieus? Hij zit gewoon goed. Om te bouwen. Zo ga ik mijn gaat ook gewoon fixen. Ik zweer het, als ik dit doe, dan komt hij er weer uit. Doe dat. Ja. Zeg ik? Nee, niet waar. Nee, je betaalt schadeautobedrijven altijd echt gewoon duizenden euro's om een deukje te fixen. Dus dan... Hoppakee. Oh, er vloog nu wel een stukje vanaf. Hoe verschreef je het? Schaal 1 op 10. Hoe het rijdt of hoe leuk het is? Beide. Ah, dit rijdt echt mega vet. Ja, het is echt leuk. Ja, ik wilde even bij je komen staan. Oh, ik sta op een plas. Ja, okay. Nee, dit is echt fucking vet, man. Ik ga er... Je wil het echt, ja, ja. Maar kijk, weet je wat het is? Iedereen zegt dit van, ik wil het echt. En dan later dan gaan ze, zeg maar, vanavond ga je met je vriendin overleggen. En dan zit ze van, ja, eigenlijk is het een heel dom idee. Maar het is wel heel leuk. Het is fucking prachtig, man. Ja. En ik vind het echt oprecht, als je hem zo ziet staan, vind ik het echt nog wel een vette auto ook. Wat ik helemaal bizar vind, is dat hij dit alles heeft overleefd. Al 10 keer. Ja, ik snap het ook niet. En hij heeft een half jaar zonder olie gereden. Hij is lek, hij is een vangrail ingereden, hij is vaak gedrift. Hey, ik zweer het. Ik ga één kopen en ik ga hem koeler maken dan de jouwe. Ja? Ja. Hier wil ik wel even handen schudden. Dit ga je echt doen, hè? Ja, ik ga het doen. Oké. Moeten we dan kijken of we ze gewoon precies identiek kunnen maken, maar dan wel fucking dik.
Dat je echt zo'n twin ding hebt. En dat je allemaal van die dingen op AliExpress koopt. En na één dag volledig kloot alles daarvoor. Ja. Maar dat is wel, dit is de meest gemaakte cabrio ter wereld, hè? Serieus? Ja. Dat wist ik niet eens. Want het wordt nu wel winter, hè? Dat is juist leuk. Ja, maar ja, dit is niet echt winter. Of ja, ik hou een hard op. Ja, jij wil wel met een hard dak, hè? Ja, dan verf ik het gewoon die kleur. Ik wil hem heel graag heel vet maken, maar ik heb hem ook al zo erg verkloot dat ik zeg maar niet weet of het nog de moeite waard is om er iets aan te doen. Ja, dus, ja, dat zit een klein scheurtje in. Zie je me hier ook tegenaan schoppen? Auw, dat heeft meer pijn aan mijn voet dan aan de auto. Maar ik wed dat deze auto nu meer heeft gereden dan dat jouw auto ooit gaat rijden. Sowieso. 260? Ja, deze heeft gewoon zeg maar 250.000 gereden. Dat doen nieuwe auto's echt niet meer. Die gaan bij 2 ton, hooguit 3. Leg ze gewoon het loodje. Ik vind wel dat we hier een ander uitlaatsysteem onder moeten doen. Ja. Dan zou ik eens wat belletjes genoemd kijken om gewoon kunnen straightpipen. Gewoon alles, of van heel de uitlaatsysteem weg. Gewoon dat die vanuit de motor zeg maar, dat je daar het geluid op... Een ijzerzaag vanaf de motor. Oké, we gaan even wat belletjes plegen. We gaan nog eventjes kijken wat we er allemaal kunnen doen. En we gaan er even een voor jou zoeken. Ja, je hebt je hand er niet op getrokken. En dit is wel even een goed lunchje. Ja, dat hebben we wel verdiend naar vandaag, hè? Zeker. Alle inspanning die wij hebben geleverd. Smaak ik, hè? Dankjewel. En wij zitten ondertussen ook eventjes te zoeken op MX. Ik ben echt serieus aan het zoeken, hè? Jij ook. Ik ontken helemaal niks. Ja, het is wel leuk. 1500 euro is ook gewoon echt niks. Voor een auto is het niks. Het is veel geld, maar het is wel echt heel leuk. Fijn. Maar ik wil er wel gewoon dik hebben. Ja, dat moet je zelf maken. Je kan er zoveel aan veranderen. Je moet zo eens op AliExpress voor de grap gaan kijken. Gewoon Miata intypen. Je krijgt zoveel dingen. Dat ga ik eerst zoeken. Ik ga eerst eten, dan ga ik dat zoeken. Ja. En dan ga jij de auto zoeken. Heet smakelijk? Oh, dat is zo lekker, jongen. Ik heb samen met Sam nog even gekeken naar auto's, wat we eraan kunnen doen. En het begint bij ons dan allebei weer een beetje te kriebelen. Maar goed, Sam is nu naar huis gegaan en ik ga zo meteen naar GymXL toe. Want mijn kleine broertje die wilde graag met mij trainen. Ik heb me ook eventjes geschoren, want ik vond het baardje toch wel iets te lang worden. Het ging kriebelen, het ging jeuken en daar hou ik niets van. Dus die is weer schoon en nu gaan wij naar GymXL. En ik heb Lexi gevonden en Lex, ik heb hem mee. Niet! Eindelijk, ik ben het niet vergeten. Alsjeblieft, jongen. Yes! Eindelijk. XS. Ja, want jij bent extra small. Ja. Ik denk wel XS jouw maat is, hè? Ik denk het ook wel. Ja, het is echt... Ik heb die broeken nu al 2 maanden. En Lex had ik hem de eerste dag beloofd. En nu 2 maanden later heb ik hem pas. Nu heb ik hem pas. Ah, jongen. Perfect. Niet normaal. Lekker. Laten we even wat gaan trainen. Ja. Warming up trick. Cork. Oké. 1, 2... Oh, dat had er bijna 3 gekend. Woe, komen wel. Er is trouwens hele mooie turnmuziek. Sorry daarvoor, ik kom ook gelijk eventjes. Nee, doe ik hem niet. Ah. Ik stop bij mijn eerste kork. Doe ik hem ook eventjes. Oh, ik ben zo moe. Ik ben vergeten avond te eten. En je merkt gewoon dat je energielevel dan... Daar zo zit. Oké, de 3 nu, denk je? Ja. Oké. Kan hem. En 1... 2, ja, door. Oh, net iets te hoog. Too bad, my friend. Dat zag je ook, want ik land en ik slip er gewoon weg omdat ik te hoog landde. Ja, dat is knap eigenlijk, hè, dat je die 2... Eigenlijk wel. Je bent gewoon te goed om beter te worden. Daar heb ik altijd last van, ik ben te goed om beter te worden. Voordat ik het 3 achter elkaar probeer, dubbel in 1 keer. Je zegt dat je moe bent, maar... Ja? Oei. Oh, je moet hem niet voelen, Boas, je moet hem dubbel voelen. Misschien moet ik mijn shirt daar doen, dat werkt ook je beter. Je snapt hem niet, hè? Ja, ik snap wel, maar... Dat was niet leuk, hè? Sorry. Oh, ja, dat is hem. Ja, zonder shirt werkt echt. Drie dagen geleden toen ik hier was, toen deed ik een triple full. Met shirt lukt niet. Zonder shirt lukt hij in 1 keer. Dus, shirt uit en 3 keer. Als we dan 1 keer met shirt doen, dan heb ik nog een... Oh, dan heb je voor de 4e. Oh, ja. Ja, precies. Dan heb ik nog een... Oh, gaat hij niet goed, maar dan heb ik de smoes van het shirt uit. Oh, ja. 1, 2, nee. Daar gaat het shirt. 1, 2, 3. En 1, 2, 3, 4. Denk jij wordt wat dit de eerste keer 4? Wordt dit de eerste keer 4? Eerste keer? Je had het nog een keer gedaan. Nee, 3 is mijn max. 1, 2, nee. Oeh. Rustig. Ik weet dat het gezellig is bij mij, maar zo gezellig is het ook niet. Hey, en als het niet werkt, dan moet je misschien nog wat uittrekken. Maar de broek, dan moet je onderbroek uit. De broek geeft je kracht en de rest neemt de kracht af.
Oké, dat is het. Ja, ja. Daar gaat hij. 1, 2, ja, 3. Oh! Ik weet niet wat er gebeurde, maar. Ja, maar niet uit. Onderbroek uit. Lex heeft zijn onderbroek uit, mag ik eens even kijken dan? Oh! No. Als het wel echt zo was geweest, dan had ik er echt zo recht over ingekeken. Ik besef het ook niet. Ik vond het niet erg dat ik gewoon op mijn onderbroek aan had. Maar stel je voor. Oké, nou, doe. 1, 2, ja, dit is hem. Oh, die had zoveel power. Wat doe jij? Oh, het is moeilijk, want het is echt moeilijk om te blijven in die korksfeer. Zullen wij dit binnenkort een keer gaan trainen als ik ook energie heb? Ik merk echt, ik moet gewoon goed eten voordat ik hier ben. En ik heb nu, zeg maar, ik dacht dat er eten was bij mij thuis, maar er was geen eten. Dus nu heb ik een ei gegeten en dat is niet genoeg blijkbaar. Nee. Dus deze week ergens gaan wij samen doen, gaan we 4 keer doen. Moet je er ook nog even 2 bij doen. Yeah, 4 doen. Maar sluit ik al de video af. Vond je de video leuk? Doe een duimpje omhoog voor het YouTube kanaal. Kijk, subscribe en dan zie ik je de volgende keer bij de volgende video. Deze auto's gaan steeds sneller. Doei!